Biezenzwart. Krijgt nogal wat ruimte om te schieten. De afstand is 18 meter en dit is bijna 0-1. Lucius. Makai. En die zit er wel in. Na een slippertje van Verhoeven komt Feyenoord al in het begin van de wedstrijd op een 1-0 voorsprong in Volendam. Een wandeling van Lucius met de bal aan de voet gaat eraan vooraf. Hij heeft alle tijd om Makai te zoeken en te vinden. Maar deze is natuurlijk houdbaar. En hij mag houdbaar zijn. Hij verdwijnt onder Verhoeven door in het Volendam-doel. Van Bronckhorst. Verhoeven kan er niet bij. Die bal die valt naar de grond. En dan wordt het link voor een keeper met zoveel mensen zo vlak voor je neus. Het loopt goed af voor Volendam. Platje in zijn rug, Bahia. Hij moet er helemaal overheen zijn over de zijlijn. Hij fopt. Bahia schenkt Meijers de kans, maar die vergeet zijn schoen tegen de bal aan te zetten. En daarmee is de eerste goede Volendam-mogelijkheid voorbij. Goeie actie met name van hem op de zijlijn. Makai. Makai, waarom niet zelf? Dit kan ook de overigens hoor, dit is de paal. Via het linkerbeen van Wijnaldum. Slecht aangenomen, het loopt goed af. Hij heeft geluk, een schilder. Hij kan nu meteen door. Platje. Platje krijgt de ruimte om te schieten. Platje. De gelijkmaker van Volendam komt op naam van Dominique van Dijk. Hij valt een minuut of twee terug. Helaas in de stroomstoring dat wel. Na een blunder van Van Bronckhorst. Die de bal heel knullig verspeelt aan Van Dijk. En die passeert dan vervolgens Timmer tussen de benen door. Deze beelden met dank overigens aan Feyenoord TV gedraaid. Waarmee we in ieder geval de gelijkmaker nog kunnen laten zien. Biezenzwart, die zit er niet in. Die zit er nog steeds niet in. En dat doet hij voortreffelijk, Verhoeven, omdat hij zich niet laat afleiden door mensen die onderweg voor hem langs kruisen. Het is de enige kans die een keeper heeft. Chotal. Van Dijk. Van Dijk is weg en onderweg naar Timmer. Van Dijk. Van Dijk, het is 2-1 voor Volendam. En in de slotfase wordt deze wedstrijd op zijn kop gezet. Volendam op voorsprong tegen Feyenoord. Doelpuntenmaker Van Dijk. Zijn tweede van de middag. De borst van Chotal. Bahia niet doortastend genoeg. Van Bronckhorst te laat. Timmer kansloos. En 2-1 voor de thuisclub. Opnieuw de man met nummer 7, Dominique van Dijk. Slory claimt een strafschop, maar die komt er niet. Lucius, Ver, Landsaat. Biezenzwart. Biezenzwart met de gedraaide bal op de paal. Voor de derde keer in deze wedstrijd dat Feyenoord de paal raakt. Jacob Biezenzwart die in die 5-0 in de Kuip twee keer vanaf een vrijwel identieke positie prachtig scoorde. En nu de paal raakt. Van Zanen. Hoewel er wel erg veel ruimte ligt voorin. Het kan ook nog 3-1 worden, maar dat voorkomt Timmer. De inzet van de Wit. De extra speeltijd, de 3 minuten extra zitten erop en Feyenoord is gezien. Volendam wint een belangrijke wedstrijd in de strijd tegen de degradatie met 2-1 van Feyenoord. Wat een sensatie uiteindelijk op deze middag in het Eredivisie voetbal.